1927 werd een begin gemaakt met de afsluitdijk. Daardoor kon het water van de Noordzee niet meer de Zuiderzee binnendringen. Midden in zee wordt keileem gebaggerd. Voorlopig lijkt het storten ervan monnikenwerk, want het leem verdwijnt onder de golven en schijnt verloren. Maar geleidelijk begint het opgestapelde materiaal boven water uit te komen. En boven het water wordt het dijklichaam met kranen opgebouwd. Steeds korter wordt de afstand tussen de dijkarmen. Steeds sneller stroomt het water tussen de einden. Achter de keileemendam wordt intussen het zandlichaam van de dijk opgespoten. En dan tenslotte het ogenblik waarop het laatste gat wordt gedicht. ...28 mei 1932. De verbinding is tot stand gebracht. De Zuiderzee is afgesloten. Onze reliefplaat op het monument bij het sluitgat van de afsluitdijk herinnert aan de arbeid die door duizenden is verricht. Na de afsluiting was de kustlijn met ruim 300 kilometer verkort en de Zuiderzee veranderde in een zoetwaterboezem, het IJsselmeer. Landbouw, nieuwe natuur, recreatie en ruimte voor duizenden kwamen in de plaats voor een teruglopende visserij in een eeuwenoude dreigende binnenzee.